Ja, heel bijzonder. We keken allemaal super uit naar deze wedstrijd al vanaf het moment dat we wisten dat die vrede zou worden. Kikken we naar uit. We wilden allemaal bij de 6 horen die hier mochten rijden. En ja, om ook in het rood en blauw hier over de Champs-Élysées te mogen rijden is echt... ja, ik had geen tijd om kippenvel te hebben, want we werden zo hard gekoerst, maar het was echt superleuk. Ik heb net even een rondje gedaan en dan met echt al echt het alcoholiek wat er staat. Ik denk dat iedereen wil laten zien dat wij een hele mooie koers hebben. Ready, Pauline? Ja, ready to go. Het was niet zo gemakkelijk als dat het leek misschien. We moesten er echt hard voor rijden en het was ook heel spannend om te sprinten. Eigenlijk de hele wedstrijd ben je bezig met schaken, positioneren, proberen wel het initiatief te houden en ook controle in het peloton. Superleuk. Ik heb er echt van genoten. Ik heb nog nooit een wedstrijd gehad die zo snel voorbij vloog. Met Rabobank, als je het dan ook nog met de winst naar huis kunt gaan, dat geeft wel een extra sensatie. En dat moet ik nog wel een beetje laten bezinken. Dat we hier zouden gaan rijden, dat had ik inmiddels, dat was inmiddels onderdeel van de gedachte, maar om nu echt ook de Champs-Élysées winst straks achter je naam hebben staan, dat is wel heel speciaal.